omhoog. Rotatie naar boven gaan. Standbeen wisselt. Buikspieren zijn constant aangespannen. Bewegingen zijn rustig. Dat is ook toegankelijk voor de lieden. Wordt een krachtexplosie. Buikspieren blijven vast. Remsjes. De 37 heeft veel afwisselende oefeningen. Dan word je niet snel verzuurd. En het allemaal goed bij gaan houden. Willen we niet allemaal die strakke billen? Die strakke benen. Die oefeningen hoor. Stap door hè. Oké, wilspieren. Hamstring achter. Zoek zorg voor een extra spanning. Zodat je spieren harder moeten werken. Dat houdt je helemaal niet meer in je balans. De buikspieren zijn weer aangespannen. En denk erom dat je dit voelt. Zijt dan bovenbeen. Elke spier in je lichaam komt dan boven. Heel goed te combineren. En nog een ander uur. Wat je graag doet. Spinning, body. Snel even een slokje. Ja, even snel een slokje op. Het ziet er zo makkelijk uit. Ja, goed hè? Ja, maar je zei al wel. Nee, het is wel echt, je deed echt pure recordtraining. Ja. Het zijn alle schuins links van het lichaam. Ja. Voor het functioneel leven. Ja, en hoe vaak je doet, hoe makkelijk het zal worden. Maar in het begin is het wel heel erg aftasten, evenwicht verliezen. En dat soort dingen. En dan begin je aftasten van omdat het heel snel gaat. Ja. Gaat het begin ook niet helemaal goed. Maar op een gegeven moment heb je hem door. En train je echt alle spieren. Maar voor zoiets wat je nou net op het podium liet zien. Ja? Hoe lang moet je daarvoor trainen? Je merkt het eigenlijk gelijk. Kijk, natuurlijk de eerste keer niet. Maar heb je dat 2-3 keer gedaan. Merk je gewoon al dat je balans beter wordt. Nou, als je balans beter wordt, betekent ook dat je spieren traint. En dat je daardoor, die moet je allemaal aanspannen. Om je even te kunnen bewaren. Dus je voelt eigenlijk gelijk al. Ja. En we geven het 3 keer in de week. Maandag, woensdag, vrijdag. Er zijn mensen die het elke 3 dagen doen. En je merkt al vanaf nu, we zijn net 3 maanden bezig geloof ik. En in die 3 maanden tijd zie je gewoon van klein naar veel beter geworden zijn. Ja. En wat is nou, als je kijkt naar de instrumenten, je gebruikt een elastiek. En hoe heet dit nou bijvoorbeeld? Het is een cranking. En je moet eigenlijk zien als een spinningfiets. Spinningfiets is natuurlijk het leed onderlichaam. Maar bovenlichaam blijft stil. En daar is de cranking voor. Traint je bovenlichaam. Je kan zien, er zit ook een stoeltje op. En ik kan er vanaf, dus mensen met een beperking kunnen daar ook op. Want je kan rolstoel, kan je erop rijden. Ja. En kunnen ze hun bovenlichaam trainen. En zoals ik net ook al vertelde, is dat echt functioneel trainen. Dat kan je gebruiken in het dagelijks leven. Ja, het is dus ook handicap en gezond, dus allebei bij elkaar. Ja, beperking en geen beperking kunnen allebei kunnen dat. Dat is een betere bewoording ook, hè? Ja. Want ook mensen met een beperking zijn gezond. Ja, precies. Tegenwoordig moet je gewoon echt zeggen, mensen met een beperking en mensen met geen beperking. Ja, maar kijk, zoals je ziet, het is echt het bovenlichaam trainen. Ja.
Ja, kijk, we hebben heel veel mensen die alleen spinning doen. En het is echt een bijvoeging. Want we hebben ook een combinatie van en spinning en cranking. Ja. Nou, het is geweldig. En de mensen zijn ook helemaal een beetje biceps, triceps, schouders, borst, rug. Het hele bovenlichaam trainen. En dan 3 keer in de week kan het dus eigenlijk, zei je al? Ja, ja, de 37 is 3 keer 3 dagen in de week. En cranking is wat meer, gewoon 4 of 5 dagen in de week. Nou, je kan kijken op www.visvandewerf.nl. Er staat ook het rooster op en ja, waar het is en horen. En ja, wij zijn de enige nog in Noord-Holland die deze cranking cycles heeft. En de enige die 37 heeft. Dus ik zou zeggen, ik kom zeker een kijkje nemen. Je mag altijd een keertje komen uitproberen. Dus ja. Gaan we zeker doen. Hey, dankjewel. Super.